Ja, daar zijn we weer. Ik heb nu even wat dingetjes opgeruimd, klein beetje. Ik zei dat we twee nieuwe moesten halen. Oh, ik had er zelfs nog één te veel meegenomen, maar die leggen we daar even neer. Zo. Stinken, stinken, stinken. Niet alle onderdelen zijn meer leverbaar, daar ben ik dus nu ook achter, want ik heb net in mijn winkel de bestellijst er even bij gepakt en gekeken wat ze uit hadden geleverd. Ja, dat is jammer. We moeten het doen met de onderdelen die we of bij elkaar weten te sprokkelen, of ja, gewoon hergebruiken. Het is niet anders. Nieuw, gelukkig had ik die nog op voorraad liggen. Ja, je hoort al dat het best wel lastig wordt al. Even kijken, die wil ik zo erin hebben. Tja, daar was ik al bang voor. Deze poot vanavond niet eens afkrijgen, dat weet ik ook al. Maar goed, dan gaan we kijken hoe ver we komen. 650 E-pootjes zijn best wel interessante pootjes. Nou, daar was ik al bang voor. Yes, dat zat weer. Zit weer. Waarom dat zit, ik heb geen idee. Maar ik weet dat er wat in de poot zit en daar ben ik nog niet naartoe gekomen. Die is nog niet schoongemaakt. Dus deze hebben we twee keer gebruikt. Leg ik ook weer even bij gevonden voorwerpen. Gewend ben van Honda. Het zou origineel zijn hoor. Ah, valt mee.
Remmen reinigen. Zit erop. Nou gaan we naar de andere benodigde onderdelen. Ik had al een schone handdoek gepakt, want ik vond het niet fijn te werken. Eens even kijken. Dat komt later, die komt later. Die komt later. Die hebben we wel nodig. Deze hebben we ook nodig. Die grote bus zit er, maar ik mis de kleine bus. Of de dunne bus. Hier heb ik de dunne bus. Ja. En ik mis een ring. Hier. Die ring is wel van belang. Als die verkeerd om zit of niet gemonteerd zit, dan heb je wel een spannend voertuig. Laat ik het maar voorzichtig omschrijven. Lekker man. Die ring zit natuurlijk nog niet op zijn plek, hè? Nee, zeker niet. Dan eerst even naar het inbusbootje. Daar wil ik een koperen ring op hebben. Die haal ik uit de bak. En die bak had ik hier. Is ook een nieuwe ring, niet origineel, wel net zo duur. Nou zou je hem met de persluchtsleutel aan kunnen draaien, dat doen we alleen als die meedraait. Dus als die nou mee gaat draaien, dan kies ik ervoor om de persluchtsleutel erop te zetten. Maar hij draait niet mee. Nou, dit zit me al vast genoeg. En nou wil ik mijn gereedschap terug. Ja, klaar. Mooi man. Nou, die zit niet goed. Die zit nog niet goed. Dat kan, dat klopt. Dat is altijd zo. Dikke kant naar onderen toe. Mag best een beetje invetten. Dat kan geen kwaad. Zo. Niet doordrukken naar beneden. Even schoonmaken. Hoe je het ook bent of verkeerd, er is altijd een vuiligheid aanwezig. Zo goed. Je krijgt, die ring is zo goed, je krijgt hem met een doekje niet weg. En het ligt niet aan jou. Ook al doe je je werk goed, het ligt niet aan jou. Het is niet aan. Zo'n voorpotenrevisie, dat is best wel verhoudingsgewijs prijzig. Je hebt verrekte veel kleine rotonderdeeltjes nodig die allemaal geld kosten bij Honda. Zeer zeker, daar lopen ze echt helemaal op binnen.
Ik heb zelfs het idee dat het verdienmodel is van Honda gigantisch. Wat verdienen ze er geld aan? En dat meen ik serieus. Ik vind het bizar. Net niet. Verdorie. Net niet. Oh ja! Dat zou ik zeggen. Vreemd. Daar zit hij, maar aan de achterkant niet. Dat vind ik een beetje vreemd. Waarom wil jij niet? Nou, hij zit niet. En dan lossen we dat even op een andere manier op. Jazeker. Ja. Waarom die niet wil, weet ik niet. Dan leggen we er gewoon even een cirkelklipje bovenop. De oude, het is weer dikker, die kan er toch uit zo direct. Dat maakt niet uit, op de een of andere manier wil het niet meewerken nu. Ik heb geen idee waarom, maar dat zie je wel vaker. Blijven martelen. En blijven uitleggen dat het wel moet kunnen. Geen vertrouwen in dat het goed zit. Waarom zit het zo tegen vanavond? Eerst even schoonmaken. Ja, moest kijken of de troep er weer vrijkomt.
waarom wil jij niet meewerken? Dat zit toch prima, dit zit allemaal. Dat zit goed, daar kan geen kant op. Iets willen niet goed zitten. Dat moet wegvallen, dat moet ik zien. Die zit gewoon niet laag genoeg. Waarom niet? Pak hem niet. Hij tikt wel, maar die zit niet. Extra. Die kan er toch nooit in vastklemmen. Dat is de buitenkant, die is gewoon aan. Ja, zo. Hij moet toch bijna zien. Hij zit lager. Nou, weer opnieuw kijken. Ja. Steuring eruit. Ja. Hé. God, wat een gedoe zeg. Met de vettigheid is ook aan de kant, zie ik. Vettigheid. Daar is die dun, daar is die dun, daar is die dun. Daar is het begin, daar is het eind. Nou zie ik dat die zit. Hé. Liever bang dat het niet wou. Blijf staan. Dat is dat hem. Zo, dat is een hele rits onderdelen aan voorpoot en lange bezig. Vind ik niet zo leuk. Hoppakee, weg ermee. Dat is klaar. Dat werkt ook.
bende. Die zijn altijd kapot, die rubbertjes. Die sierclipjes zijn vaak weg. Die zijn hartstikke duur. Kosten maar 7 euro per stuk. Geloof ik, uit mijn hoofd. Dat gaan we schoonmaken. Die laten we even liggen zo. Die moet eruit kunnen. Dat is al niet meer leverbaar, zag ik. Aha, daar is die rubber stoppen voor, mooi. Die pakking hebben we niet, maar deze is gelukkig niet plat gedrukt. En die halen we er even niet uit. En die maken we wel schoon. Heeft daarmee te maken. Even schoonmaken. Deze ook schoonmaken. Die rubbers gaan altijd kapot. Die zijn ook hartstikke duur. Mooi, mooi, mooi. Zo. Thomas, verduw me lang. Nou, we hebben hier te maken met een nieuw rubber. Dus je afdichtrubber. En die zetten we erop. En met de afsluitende kant naar binnen toe. Dat past mooi. Hier naar kijken. Dat is goed, dat is goed. En nou dit stopje. Hier heb ik voor mij wel een o-ringetje voor. Moet ik even schoonmaken. Even schoonmaken. Zo. Even kijken of ik deze o-ring heb. Even kijken of ik die o-ring heb. Ik heb wel een ander ding gevonden waar ik even. Die moet daar denk ik achterin.
Nee, die o-ring heb ik niet, maar daar ben ik nog niet helemaal klaar mee. Even kijken naar wat anders. Nou, dat was het niet. Die ga ik proberen. Die zou hopelijk kunnen. Deze o-ring is nieuw, die is oud, die zat hier omheen. Het past wel mooi. En nou wil ik weten of dat die hierin past. En dan doen we er wel even een beetje olie af. Niet te veel, want er is namelijk een probleempje. Oh, dat voelt goed aan. Oh, dat is goed. Hier komt een rubber topje uit. Dat zou deze moeten zijn. Dan snap ik ook wel waarom er een nieuw rubber dopje in gaat. Natuurlijk. Die gaat hierin. En die monteren we daar weer op. Maar, dan gaat hij aanlopen drukken. Ja, dat zou moeten kunnen. We gaan eventjes die andere doen. Zijn rubber stopper leg ik ook even weg. En nu maak ik specifiek gebruik van ander vettigheid, geen kogellagen vet of olie, want die rubbers gaan eraan kapot. Dus ik maak nu gebruik van siliconenvet en dit is ook voldoende uitgedroogd. Dus dan gaan we eens even kijken. Dan moet eerst moet daar eventjes een rubber voor komen. Die rubbers zijn ook hartstikke duur. Echt jongens, het lijkt wel of ik het erom doe. Even kijken. Zo. Die rubbers zijn hartstikke duur. Ik vet ze niet eens in. Ik wil ze alleen maar op de plek hebben dat ze goed zitten. En de betreffende sheerclip moet er eigenlijk ook nog even omheen. En ik hou het zo vetvrij mogelijk. Voilà, die zit wel. Maar dat wordt een uitdaging, want nu moet hij hier omheen. En ik wil toch een beetje vettigheid hebben. Vettigheid. En dan doen we siliconenvet. Zo. Nou, dat is voldoende. Mooi. Die zetten we hier op. En dat wordt nog heel drama om dat weer goed te krijgen. Want nou, ik weet niet hoe de jongens dat doen. Moet dat veertje, moet hierin. Nou, heb ik eventueel een ander tank
En je met hele kleine puntjes volgens mij niet eens. Nou, dat gaat dan toevallig wel, maar niet goed. En gelukkig kunnen we redelijk op zijn plek drukken. Zo, die zit wel op zijn plek. Daar is één. Dat is fijn. Hij zit niet goed. Hij ligt er onderuit. Shit. Dan kunnen we zo weer aan de weg pakken. Ja. Ik vind het ook een boutconstructie dit, dat mag je gerust weten van Honda. Zo, overnieuw. Het is goed. Wie dit bedacht, dat weet ik niet. Kom, even meewerken alsjeblieft, kom op. Nou wordt alles vet. Zo, nou zit hij. God. Niet willen, hè? Af en toe denk ik wel eens. Weet je wat? Laat maar even zitten. Zo. Geef het op. Echt, dit heeft Honda gemaakt, jongens. Dat is zo achterlijk dom. Schoonmaken. Dat is belachelijk. Niet hoor. En de grap is, 90% rijdt met een kapot rubbertje rond. Dat is juist ook het leuke. Nog een keer. Maak eerst alles even schoon. Vetvrij. Zijn. Die gaatjes zijn zo klein, die kan ik gewoon niet klemmen. Ja. Kunnen we misschien nog eens even bij de paarden ophalen? Nu? Ja, zo, ik maak dit eerst af. Godverdorie, kom op, teringding. Weet je wat? Voor vanavond stoppen we er even mee. Ik geef me gewoon een fijne avond, tot ziens en tot morgen.